Yo, YouTube, Ace hier. Welkom bij deze nieuwe video. Een hele speciale video vandaag. Niet alleen is het de verjaardag van mijn originele Reuzegom video. Woe! Die heb ik 1 jaar geleden geüpload. Dat heeft helemaal niks te maken met deze video, maar ik dacht ik laat het ook even weten. Het is natuurlijk juni. Ik wil iedereen die examens heeft, die nog studeert, die nog naar school gaat, veel succes wensen. Deze video is voor jullie, man. En deze video is ook voor alle mensen die niet meer studeren en niet meer naar school gaan. Maar vooral is deze video voor iedereen die nog studeert. Jullie moeten in jezelf geloven. Ik kan dat niet genoeg in kleur zetten. Je moet denken dat jij de beste bent en dat je alles gaat overwinnen. Ook als je niet gestudeerd hebt, ook als je weet dat je keihard gaat falen. Je moet dat examen of dat mondeling examen doen alsof dat jij het al gebost hebt. Een kapitein moet zelf zeker achter het roer staan. Anders gaat iedereen in die boot ook twijfelen aan hunzelf. Maar als jij als een captain achter dat roer staat met het idee dat je weet wat je aan het doen bent, dan komt alles goed. Ik wil een heel mooi verhaal met jullie delen vandaag. Met dit als intro wil ik iets delen wat ik nog nooit verteld heb aan iemand. We willen natuurlijk allemaal onze ouders trots maken. Ik weet dat sommige mensen dat zelf zo ver pakken dat ze een richting studeren gewoon puur om hun ouders trots te maken. Niet omdat ze geïnteresseerd zijn daarin, maar puur gewoon omdat hun ouders eigenlijk willen dat ze dat doen. Als je dat super hard uitvergroot, dan kan jij eigenlijk heel je leven verspillen aan een leven die je ouders willen dat jij leidt en niet aan wat je zelf wil doen. Dat is super moeilijk om daaruit te komen. Er is een probleem dat bij heel veel mensen voorkomt en ik denk serieus dat veel burn-outs en depressies hieruit voorkomen. Omdat je leeft voor je ouders. Omdat je je ouders wil trots maken. En dat is iets super mooi, maar eigenlijk moet je jezelf eerst trots maken. En dat gaan je ouders wel volgen. En in dat proces, waar dat je jezelf aan trots maken bent, zou het kunnen dat je ouders helemaal niet trots maakt in het begin. En dat ze in het begin eigenlijk niet snappen wat je aan het doen bent. Daarom wil ik jullie iets belangrijk vertellen. Om te illustreren hoe belangrijk dat is dat je het voor jezelf doet. En dat op het einde, als jij gelukkig bent, dat je ouders ook heel trots en gelukkig gaan zijn. Ik heb het nu niet over dealen, shit. Als jij dealer wil worden, goed, dan ga je ouders nooit trots zijn, maar snap je? Toen ik begon met YouTube, toen ik begon met video's maken, begrepen mijn ouders hier geen kloten van. Maar in het begin dachten ze gewoon dat dit een stomme hobby was en dat ik gewoon een beetje stomme filmpjes aan het maken was, wat ook het ding was. Maar toen ik een beetje geld begon te verdienen hiermee, veranderde het voor mij in een domme hobby en domme filmpjes maken. Eigenlijk in een grote droom. Iets wat misschien wel mijn werk zou kunnen worden. Iets wat misschien heel mijn leven zou kunnen bepalen. Op dat moment verdiende ik de volle 400 euro per maand op YouTube. Ik was toen 15 en ik werkte eigenlijk al mijn vakanties, alle weekends in het café van mijn papa. Al het geld dat ik daar verdiende ging gewoon integraal rechtstreeks terug in mijn YouTube channel. Om een nieuwe camera te kopen, een nieuwe microfoon, nieuwe setup, nieuwe lampen. Geld bleef niet. Ik spaarde niks, alles ging rechtstreeks terug in mijn channel. En ik weet nog dat ik in de keuken stond van het restaurant met mijn betaling van Google, apetrof. Met mijn 400 euro die aan mijn papa aan het tonen. Ik toonde dat aan hem en ik was echt blij, snap je, om te tonen dat ik met mijn hobby geld verdiende. Ik toonde dat aan hem en hij zei gewoon dat ik met 400 euro nooit ging kunnen leven. Dat was mijn geluk eigenlijk al weg. De happiness waarmee ik daar stond, de trotsheid waarmee ik dat blad aan mijn papa aan het tonen was in 3 seconden weg. Hij zei met andere woorden gewoon dat ik moest doorwerken en dat ik verder moest doen met de keuken opkuisen. Hetzelfde moment, die zomer, moest ik 4 dagen verlof krijgen omdat ik had afgesproken met iedereen in Amsterdam. Met Gio en met Ryan en met Ties. We gingen meeten. Voor de allereerste keer gingen we met heel onze vriendengroep afspreken in Amsterdam. En we gingen chillen met elkaar in het echt. Niet op Skype, in het echt. En ik moest 4 dagen verlof krijgen. Dus ik vroeg aan mijn papa of ik die 4 dagen verlof kon krijgen. En hij zei gewoon koelbloedig, nee, dat gaat hem niet worden. Zelf toen dat ik verduidelijkte aan hem van, yo, ik wil echt gewoon naar daar gaan. Ik moet naar daar gaan. Dat is super belangrijk voor mijn YouTube carrière. Lachte hij gewoon een keer en zei, welke carrière? Die carrière waarmee dat je 400 euro verdient, daarvan ga je niet kunnen leven, hoor. Dat was eigenlijk het einde van het gesprek. Ik kreeg die 4 dagen verlof niet. Maar ik moest die hebben. Ik moest die 4 dagen verlof hebben. Ik wist hoe belangrijk dat was om me eens in het echt te zien. En zeker omdat iedereen al ging, moest ik daar ook naartoe gaan. Dus ik ben gewoon weggelopen. Ik heb letterlijk mijn schort afgesmeten. En ik heb gezegd, als ik geen verlof krijg, dan stop ik mijn werk. Ik heb iedereen daar super hard in het zak gezet. Het spijt me enorm aan iedereen die daar toen ook werkte. Ik moest naar Amsterdam, omdat dat heel belangrijk was voor mij. En ik heb dat dus gedaan. Ik heb toen
zonder overdrijven 6 maanden geen contact gehad met mijn papa. Hij wou niet meer met me spreken. Zijn oog had ik hem echt geript. En dat was eigenlijk ook zo. Dan na de zomervakantie ben ik in december ook gestopt met school. Daar stond hij ook helemaal niet achter. Mijn mama stond daar ook helemaal niet achter. Zij begrepen helemaal niet wat ik aan het doen was. En ik stopte met school om YouTube-filmpjes te maken. Verdiende ik 1600 euro per maand. Dat is niet genoeg om als zelfstandige video's te maken. Maar ik had een idee. Ik had een idee als ik alle tijd die ik van school in video's kon steken, dat ik veel meer kon verdienen en dat ik er misschien wel een carrière van kon maken. En in het begin geloofde niemand in mij. Mijn mama zei wel altijd dat ze me de kans wou geven, maar dat ze er niet achter stond. Haar idee was gewoon, haar woorden plakken nog steeds zo in mijn hoofd. Ze zei tegen me, ik ga je laten doen dat je later nooit kan zeggen tegen mij dat ik jou niet de kans gegeven heb om te proberen. Op dat moment heeft zij een kleine leap of faith genomen, terwijl dat ze er eigenlijk helemaal niet achter stond. Dat ze het niet zag, ze begreep het niet. Ze vond het niet oké dat ik stopte met school. Zij vond het niet oké dat ik iedereen daar in zak gezet had in een restaurant. Op zo'n momenten moet je geloven in jezelf. Als ik dat niet had gedaan, dan had mijn mama me nooit genoeg vertrouwd om me toch die kans te geven. Want ze heeft niet direct ja gezegd. Dat waren weken aan een stuk dat ik heb moeten tonen aan haar hoe obsessed dat ik echt was met deze hobby en hoe graag dat ik filmpjes maakte. Mijn mama zei tegen mij, je bent niet Enzo Knol. Dat is 1 in de miljoen die hiervan kunnen leven. En ik zei gewoon tegen mijn mama, ik ben die 1 in de miljoen. En daar kon ze niet echt iets op terugzeggen. En dan heeft ze me inderdaad laten doen. And we fucking did it, man! Woo! Je ouders gaan misschien in het begin niet zo trots zijn als je je eigen pad wil volgen. Maar als je dan gelukkig bent en zij zien dat je gelukkig bent in wat je doet, dan gaan ze je altijd volgen. Ze raapt al je moed bij elkaar en als je echt iets graag doet, dan moet je hen overtuigen. Niet 1 keer, niet 2 keer. Je moet hen blijven overtuigen totdat ze het snappen. En zelf als ze het niet snappen, zorg dan gewoon dat ze wel weten hoeveel dat ene ding voor jou betekent. Jullie beseffen niet hoeveel keer dat ik aangesproken word door mensen die dat zeggen tegen mij van, yo, je hebt me echt geïnspireerd om te stoppen met school, bro. Dan denk ik altijd van, holy fuck, jullie hebben de memo echt niet goed begrepen, man. Ik wil niemand aanzetten om te stoppen met school. Ik wil niemand aansporen om dat te doen. Ik wil geen kinderen, maar stel je voor dat ik een kind zou hebben en hij komt naar mij en hij zegt, papa, ik wil net zoals jou stoppen met school, dan ga ik niet blij zijn. Jullie beseffen echt niet hoeveel mensen daar naar mij komen en die dan zeggen dat ze willen stoppen met school. Dan vraag ik altijd aan hun, wat is je plan dan? Wat wil je dan doen? En dan zeggen ze dat ze willen ondernemen. Maar dat is geen antwoord. Dat is gewoon een leeg omhulsel. Zeggen dat je wil ondernemen, dat is geen plan. Ik hoor van bijna niemand een concreet plan van wat ze willen doen als ze dan effectief zouden stoppen met school om hun droom na te jagen. Die droom is er nog niet. Mensen willen gewoon stoppen met school omdat ze willen stoppen met school en omdat ze geen zin meer hebben. Dat is niet juist. Dat is niet hoe dat werkt. Ik ben gestopt met school omdat ik een plan had. Ik wist wat ik wou doen met mijn tijd. Want onderschat niet hoe moeilijk dat is om te stoppen met school. Al jouw vrienden, heel je omgeving gaan nog steeds naar school, hè. Zij zitten nog steeds van 7 tot 4 op die banken, terwijl jij thuis zit niks te doen. Ineens moet je niet meer opstaan om 7 uur om naar daar te gaan. Ineens heb je geen wekker meer. Ineens hebben weekdagen geen betekenis meer. Dus ik snap niet dat mensen dan zo naar me komen en zeggen van, yo, je mag geïnspireerd om dat te doen. Dat is niet waarin ik jullie wil inspireren. Ik wil jullie inspireren om te doen wat jullie gelukkig maakt. En dat echt niet boeit wat andere mensen rond je denken. Dat ook niet boeit wat je familie daarvan denkt. Als jij gelukkig bent, het warmt jouw hart om dat ene ding te doen, dan gaat iedereen je daarin volgen op een bepaald moment. Maar je kan niet verwachten dat iedereen het direct ziet. Je kan niet direct verwachten dat iedereen rond jou jouw visie ook ziet. Als dat is wat jij graag wil doen, dan mag je dat niet laten liggen. Je mag die kans niet laten liggen. Anders ga je ooit op een dag, hè, in je bed liggen s'avonds en jezelf afvragen, wat als ik dat wel had gedaan? Wat als ik die kans wel genomen had? Wat als ik daar op dat moment in mijn leven alles achter me had gelaten en er volledig voor was gegaan. Dat is volgens mij de ergste nachtmerrie daar kan gebeuren. Dat is volgens mij het ergste wat er in iemand zijn leven kan gebeuren. Dat je je moet afvragen wat als ik dat wel had gedaan. Ik leef eigenlijk een beetje volgens die regel. Zorg dat ik mezelf dat nooit moet afvragen. Grijp elke kans en doe alles wat je doet volledig met de volle 100%. Als ik het niet met de volle 100% overtuiging wil doen, dan doe ik het gewoon niet. Als ik het wel doe, dan pak ik hem volledig en dan ga ik hem crashen. Dat ik weet wat het antwoord is op de vraag wat als. Dat ik altijd weet wat er zou gebeuren als ik het gedaan heb. Omdat ik het gedaan heb. En zo hoop ik dat jullie geïnspireerd worden door mij. Veel video's op mijn channel zijn gewoon lachen, gieren, brullen en een beetje dingen uitshitten en zo. En een beetje lachen met alles. Om de zoveel tijd vind ik het belangrijk
kijk, dat ik eens een klein beetje mijn hersenpan opentrek en jullie vertel hoe dat hier allemaal werkt. Wij zijn een grote community en ik hoop dat we dat allemaal gemeen hebben. Dat we mensen zijn die gaan voor wat we willen. En dat we iets wat ons gelukkig maakt, niet zomaar in een hoekje zetten van onze kamer omdat andere mensen dat niet oké vinden. Als jou gelukkig maakt, dat is het enige wat boeit. Al de rest gaan volgen. Ze gaan het niet snappen in het begin, maar ze gaan volgen. Je kan niet verwachten dat iedereen jouw visie steunt in het begin. Dat is wat ik jullie vandaag wou delen, man. En iedereen die examens heeft, crush ze. En zelf als je weet dat je het niet gaat crushen, crush ze ook. Zelf als je niks hebt ingediend op dat blad, die nemen in alsof je hem perfect hebt ingevuld, man. Die mondelinge examens, sloop ze. Wandel daar binnen met volle confidence. Zelf als je niet gestudeerd hebt, doe een pak aan. Ik geloof in jullie. En dat is toch al één iemand die altijd gaat geloven in wat je doet. All the love, all the fucking power. Ciao, ciao. Yo, yo. Can you check the bomb?